Welkom iedereen, een nieuwe aflevering van Yu-Gi-Oh! GX. Vandaag beginnen we eigenlijk aan de Society of Light Arc. Maar, en dat is het mooiste hieraan, je zou denken dat we niet heel veel fights zouden hebben. En hier is het punt. De graduation fight van Chun-Li is er wel. Magna Cum Laude Chun-Li. Waarom? Waarom doen we deze fight wel? Ik niet snap. Chun-Li gebruikt een Koala deck. En ja, we gebruiken Ancient Gear tegen Koala. Wie wint Ancient Gear? Want gewoon het feit dat jij je dingen kan negaten van traps, maakt het zoveel sterker. Het is belachelijk. Nou. Oeh, Ancient Gear drill, nice. Waarom Ancient Gear daarnaast een Gemini kaart hebben, dat zou ik nooit begrijpen. Maar oké. Maar ja, vandaag beginnen wij eigenlijk aan de Society of Light Arc. We maken hem niet af, want de Society of Light Arc is naar verhouding wel heel lang. Puur en alleen maar omdat je redelijk veel, ik noem het maar even, voorbereiding nodig hebt. Want een van de dingen die je in deze aflevering nu gaat zien, zijn een paar fights die tussen de Society of Light en de Sacred Beast fights had. Dus je hebt de Graduation of Chun-Li. Je hebt Zane's fight heb je. Je hebt de fight tussen Zane en Aster Phoenix. Maakt me niet uit. Ik vind Aster beter klinken dan Edo Phoenix. En je hebt de fight tegen Jaden en Aster Phoenix. Dus je hebt gewoon heel veel dingen tussendoor. Voordat de Society of Light een beetje op gang komt. Maar ja. De booster pack van vandaag is Enemy of Justice. Wat zat er in Enemy of Justice? Nou, voornamelijk Destiny Heroes. Als je denkt van oké, zijn Destiny Heroes beter als normale Elemental Heroes? Nee. Nee. Destiny Heroes, hoewel normale Destiny Heroes mij, normale Elemental Heroes mij wel laag, Destiny Heroes lagen mij nooit. Want een van de dingen die het doet is, terwijl Elemental Heroes zich focust op, simpel gezegd, superheroes, focust de Destiny Heroes meer op anti-heroes. Zoals bijvoorbeeld Blade Master is Dagger Guy, maar bijvoorbeeld Captain Tenacious is Sir William English, Springheel Jack, Loch Ness Monster, Invisible Man, Dandy, Dogma, Dr. Jekyll en Mr. Hyde, The Man in the Iron Mask. En bijvoorbeeld Plasma, wat Blue Blood is in Count Dracula. Mij lag totaal niet. En de eerste paar kaarten, ja, ze hebben rare effects. Zijn geinig, maar ja. Maar ja, als je ooit eigenlijk het deck wilde gebruiken van Nyakiza. Ik ben haar naam kwijt. Moet je nagaan, van GX had niemand echt ontwikkeling omdat je simpel gezegd vergeet met betrekking tot wie ook maar waren. Want ik ben haar naam kwijt. Alexis. Dat was hem, Alexis Rhodes. Dat was hem. Als je ooit de Alexis Rhodes deck wilde gebruiken met Cyber Gymnast en al die kaarten, moest je wachten tot deze booster packs. Nou, wat hebben wij? Elemental Hero varianten. Want blijkbaar kon jij meerdere kaarten gebruiken om dezelfde kaart te gebruiken voor een ander effect. Wat bedoel ik ermee? Je hebt Elemental Hero Flame Wingman, Avian en Bustinitrix. Maar je kan ook Phoenix Enforcer maken. Die naar mijn mening best interessant is. Want Phoenix Enforcer heeft niet dat burn effect, maar kan niet bestrooid worden door middel van battle. Wat in sommige situaties handiger is. En dan heb je Phoenix Enforcer. Shining Phoenix Enforcer. Die dezelfde combinatie is als Shining Flare Wingman. Alleen deze krijgt 300 attack voor elke Elemental Hero card in je graveyard. En kan niet worden vernietigd door battle. En in deze variant vind ik Shining Flare Wingman beter dan Shining Phoenix Enforcer. Omdat deze ook de damage nog inflict. Van attack van een destroyed monster. Wat naar mijn mening beter maakt.
Nou, voor de rest heb je wat dingen zoals cyberkaarten, wat Gradius dingen. Voltanius, de Educator, ook niet zo heel goed. Het is voornamelijk wat meer support rondom Destiny Heroes, dus ook Clock Tower Prison. Die was echt een kut doel. Omdat om een of andere reden meneer Jane Yuki iedere keer Blade Edge kon krijgen. En Destiny Heroes niet echt fusion gebaseerd zijn, wat Elemental Heroes wel zijn. Met als gevolg, ik moest iedere keer wachten op, eerlijk gezegd, de rukste kaarten van die deck. Dus dat was best kut. Dit is geen, Destiny Heroes zijn echt niet mijn ding. Ze hebben interessante supportkaarten, maar daar is ook echt alles mee gezegd. Nou, nog wat andere dingen. Majestic Mech, Okka, Harpy's Pet, Baby Dragon, Heralds. En de hero kaarten. Die aardig snel waren, want dit waren Heated Heart, Emergency Call, Righteous Justice en Oversoul. En voegen ze allemaal bij elkaar en volgens mij kregen ze een bepaald effect. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Dit is ook een tijdje geleden dat ik dit heb opgenomen. Heated Heart, Piercing Damage en Attack Boost. E-Emergency Call, add an Elemental Hero Monster from your deck to your hand. Righteous Justice, vernietig alle spel- en trapcards gelijk aan de hoeveelheid Elemental Heroes die je op het veld hebt. En Oversoul en Monster Reborn. Alleen maar voor Elemental Hero normal monsters. Waarvoor gebruik je die? Neos. Heeft dat zin? Nee. Maar ja, we willen het hebben. En dan krijg ik de enige reden waarom ik het gebruik. Elemental Hero. Want ik ben even op zoek naar die kaart. Wat die kaart ook alweer was. Want er is een kaart. En die kon je gebruiken wanneer je al die drie dingen erin had. Dus Heated Heart, Emergency Call, Radiant Justice en Oversoul. Ik ben alleen even kwijt van wat de kaart ervan ook weer was. Was het Legacy of a Hero? Nope. Ik ben de naam kwijt. Ik ben de naam volledig kwijt. Is niet goed. Is niet goed. Ja, ik kom ooit nog een keer tegen. Nou, je ziet eigenlijk wel hoe moeilijk deze fight is om te doen. Want je bent zo afhankelijk van de crap. Van wat je in de hand krijgt. Want Destiny Heroes hebben geen hoge attack. Geen hoge attack, geen hoge defense. Dus je bent meer in de van de tijd ben je eigenlijk maar een beetje aan het wachten. Ik ben op zoek naar de kaart waar die gekoppeld is. Ik vind Yu-Gi-Oh! Wikia zo mooi. Ik heb letterlijk alle informatie die we zoeken. Ik heb geen idee hoe die kaart heet. Ik ben heel erg, ik weet het. Oversoul. Nu krijg ik de Adventure Quest. Ik wil geen Adventure Quest, ik wil gewoon Yu-Gi-Oh! Tot de rest van het park ben ik gewoon dit aan het zoeken. Puur alleen maar omdat ik geen idee heb. Nee, geen idee. Eén ding weet ik wel, ik gebruik hem een keer in het duel. Dat is het enige wat ik weet. Maar ja, mensen, je ziet wel hoe leuk deze is om te doen. Want deze had ook echt binnen een seconde aangepast kunnen worden. Ik was zo blij met Sparkman. Maar ja, dat was het. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.